In Rokjesdag speel ik de rol van Danielle. En zij is er nogal een lekker los type. Die het niet zo nauw neemt met het seksualiteit. En niet per se op zoek is naar een partner. Totdat ze wel iemand tegenkomt die ze best wel in één keer stiekem leuk vindt. Terwijl ze dat niet had verwacht. Ik speel Rens in de film en het is echt een type die eigenlijk altijd heel stoer doet. Weet je, en dan staat hij weer in een partycafé en de volgende dag zegt hij, ja, ik heb een lekker meisje gescoord en dit en dat. Maar eigenlijk doet hij heel erg wat zijn omgeving van hem verwacht. Weet je wel, zijn vrienden, zijn familie. Ik speel Iris en Iris is een meisje die al heel lang een relatie heeft, maar toch twijfelt. En daarom doet ze mee aan de kookworkshop en dan komt ze allemaal leuke mannen tegen. Ik speel de rol van Mika en Mika is een beetje het gekke meisje, als ik het zo kort door de bocht mag zeggen. Zij weet niet zo goed hoe daten werkt en heeft denk ik alle dating dingen vanuit stripboek, omdat ze heel erg in de anime, zo noem je dat zo? Manga? Manga en strips. Dus het is een beetje een meisje dat alleen maar haar ideeën over de wereld en over liefde heeft vanuit stripboekjes. Het is heel leuk om in zo'n soort driehoeksverhouding, want ik kom Carly, de vrouw van Boor, ook tegen op dat. En het is, het zorgt voor hele grappige situaties. Alle nachtmerries van een man, als je denk ik een affaire hebt, komen. Voor de werkelijkheid. Ja, want je bent met je vrouw in een bedrijf en wie komt dan binnen? Om je orde minnares. Op zaken te stellen, ja, ja. Johan weet gewoon heel goed wat hij wil. En het was heel helder, maar er was ook wel ruimte voor ons om daar zelf onze eigen keuzes in te maken. En dit is ook weer gewoon een echt ontzettend leuke, vrolijke film die af en toe ook een beetje vilijn is. En daar en dan weet je juist de mensen ook samen te brengen. Ja, gewoon zeker. Uit verschillende die je kent, meer uit het theater of meer het toneel of meer uit de jeugdige hoeken. Weet je, het is allemaal, komt het op een goede manier samen. Ja, een heel leuk ensemble is het. Ja. Ik heb hem gezien vorige week en hoe ik hem zou omschrijven is, ik zag hem en ik kreeg zelfs zin om een rokje aan te trekken en om naar de stad te gaan en op het terras te zitten. Kan je nagaan wat vrouwen hebben. En je hebt gewoon zin om verliefd te worden als je deze film ziet. En je hebt geen zin in de zon en om op je scooter of je fietsje rond te rijden in Amsterdam. En het is echt een hele leuke, uplifting film. En je krijgt een heel positief gevoel van.